Gebeurde. Toen alle camera's waren ingepakt en de Russische televisiemensen aan de wodka zaten, reden er nog 3 Nederlandse vrouwen in de B-groep op die 5 kilometer. Mireille Reitsma werd 3e, Elma de Vries werd 2e en de winnares in de B-groep werd Greta Smit. En de tijd van Smit was 6:53:63. En dat is dus sneller dan Martina Sablikova, de winnares van de A-groep. Ze blijft een opmerkelijk fenomeen, Greta Smit. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. We zijn er weer rond 11 uur vanavond met veel Engels voetbal. En ook straks weer rond 6:15 met de sport in het NOS Journaal. Graag tot dan. Goeiedag. Het wordt echt een droomseizoen voor jou dit. Ja, het is al een droom. Kun je verklaren hoe het zo ineens kan? Of is het niet ineens? Jij wist al dat het ging gebeuren. Nou, ik wist wel dat ik goed was. Kijk, vorig seizoen was ik niet nergens. Heb ik ook wel goed gereden. Ging het steeds beter. Dus ik wist dat ik op weg was, maar dat het zo hard zou gaan dat ik het zo vast kon houden. Dat, het gaat echt mooier dan dat ik had verwacht. Ja, en toen